ben Wessel Simons van Bitcoin Magazine en we zitten hier met Stephanie van Seal. Stephanie, kun je misschien kort omschrijven wat je doet bij Seal? Ja, zeker. Ik werk als marketingdirecteur bij Seal en wij gebruiken eigenlijk de blockchain technologie om producten op authenticiteit te verifiëren. Mm-hmm. En hoe werkt dat dan nou precies? Nou, we hebben een NFC-chip en die kan worden ingebracht in producten. We positioneren ons nu op luxe producten, dus dat zijn dan met name, ja, als we het even hebben over de producten die iedereen kent, de Gucci-tassen, de brillen, de Ray-Bans, die allemaal zo vaak vervalst worden. Ja. Nou, daar gaan dus NFC-chips in gebracht worden. En we hebben dan een app ontwikkeld waarbij je dan eigenlijk met de app het product kan scannen. En dan dus kan verifiëren of die Ray-Ban dus daadwerkelijk wel een echte Ray-Ban is. Of de Gucci-tas, dus dat werkelijk ook echt die limited edition Gucci-tas is die je dus eigenlijk wil kopen. Dus jullie technologie is in eerste instantie gericht op de blockchain, op de collectors items, moet ik zeggen? Nou, niet zozeer collectors items, nee. Maar wel echt, eigenlijk is de technologie gebaseerd om het eigenlijk tegen te gaan van vervalsingen. Ja. En nou ja, als we kijken naar de luxe segment, dan zijn er natuurlijk ontzettend veel vervalsingen in. Iedereen is wel eens naar Turkije geweest of naar Marokko geweest om zo'n product te kopen. En je hebt natuurlijk consumenten die dus graag zo'n nepproduct willen kopen, omdat ze het gewoon het geld er niet voor over hebben. Ja. Maar je hebt ook consumenten die verwachten eigenlijk het echte product te kopen, maar dan toch eindigen met een namaakversie. Okay. En dat is natuurlijk helemaal met de e-commerce heel erg in opkomst. Dat je eigenlijk, stel dit tasje koopt op een website. Je krijgt 10% korting. Je denkt, nou, dat is een mooie korting. Ik ga hem gelijk kopen. Mm. En het blijkt dan toch namaak te zijn. En met onze technologie kan je dus eigenlijk dat vertrouwen bieden aan consumenten. Dat werkt echt voor de producten. Dus jullie hebben behoorlijk ambities, hè? Jullie willen uiteindelijk ook een eigen blockchain ontwikkelen en zelfs een eigen NFC-chip. Misschien kun je daar. Klopt, inderdaad. We hebben een samenwerking met NXP. Ja. Dat is een NFC-chipbedrijf, zit in Eindhoven en zijn eigenlijk de wereldleider in het leveren van NFC-chips. Mm-hmm. En wij hebben inderdaad ook de ambitie om zelf onze eigen NFC-chips te laten ontwikkelen. En die dan dus in het productieproces van de producten te laten meenemen. Oké, en voor die ambitie heb je zeg maar ook kapitaal nodig. Jullie hebben volgens mij wel een aantal informele investeerders, maar die ICO is ook nodig om nieuw kapitaal aan te trekken. Klopt, inderdaad. We hebben al een aantal investeringen. Vandaar dat we dus nu ook echt bezig zijn met het product opzetten. Nou, echt de hele technologie die ligt er al. Mm. Dus al het denkwerk is al gedaan. We hebben al een werkend product. Mm. Maar ja, om zo'n chip te laten produceren, ja, daar is toch wel echt veel kapitaal voor nodig. En, $10 miljoen om zeg maar NFC-chip te ontwerpen. Daar zit je inderdaad al gauw ga je daar eigenlijk naartoe. Ja, klopt. Jij bent van de marketing en branding, heel belangrijk volgens mij in deze wereld. Want ze hebben toch ook wel de neiging om gelijk over technologie te praten. Ja. Hoe ga je dat bij Seal doen? Hoe ga je dit marketen? Ik ben eigenlijk bij Seal erbij betrokken geraakt, omdat het team natuurlijk in die wereld is veel, veel technologisch. Nou, we hebben het natuurlijk over die wereld van blockchain, cryptocurrency. Dat is een heel andere taal dan eigenlijk de taal wat de merken spreken. En wij hebben natuurlijk een use case wat zich richt op merken. En toen ben ik in aanraking gekomen met Bart. En ik kom vanuit de creatieve bureaus in Amsterdam, dus ik heb veel gewerkt met merken. Ik spreek eigenlijk de taal van merken. En het is eigenlijk aan mij de taak om die technologische stof eigenlijk te vertalen naar de taal die de brandmanagers ook spreken. Een van de voordelen, hè, dat jullie hier gevestigd zijn. Je hebt natuurlijk veel hoofdkantoren. Ja. Nike volgens mij. Tommy Klopt Hilfiger, inderdaad. We zitten gevestigd hier in Amsterdam. En daar heb je inderdaad veel hoofdkantoren van alle grote fashionmerken. Maar ook de Nike's. En de Daar zijn jullie mee in gesprek. We hebben inderdaad al een aantal gesprekken lopen met ook het grote fashionmerken. Maar nogmaals, stel onze technologie gaat het werk gebruikt worden door een merk. Er zitten ook natuurlijk heel wat implicaties aan, want dat moet helemaal in het productieproces, moet onze chip worden meegenomen. Ja. Maar die gesprekken die zijn zeker en we zijn zeker al bij een aantal tafels gekomen. Okay. Maar puur om die handtekening op het nietje te krijgen, ja, dan gaan er natuurlijk wel wat tijd overheen zitten. Nou, spannende tijden. Ja. Handel je zelf ook in cryptomunten? Nou ja, dat is natuurlijk een hele mooie vraag. Als je kijkt naar de marketing, hè, en onze doelgroep, hebben we nu natuurlijk de ICO die we gaan lanceren. Dus dan heb je het echt over de doelgroep van de crypto-traders. Ja. Hoe gedragen die zich? Wat vinden ze interessant? Ja. En dat was natuurlijk een markt waar ik eerst nog helemaal niks van af weet. Dus daar heb ik me echt in verdiept. En we hebben dan gelukkig wel teamleden in het team. Zoals bijvoorbeeld Joël HP, die me daar alles over kan vertellen. Dus daar leer ik zelf ook heel erg van. Maar los daarvan, en natuurlijk ook als we kijken op de lange termijn. Ja. We hebben natuurlijk partnerships met brands. Uiteindelijk is onze hele use case voor brands en zijn de brands onze klanten. Ja. Dus, maar heb je zelf cryptomunten? Ik heb inderdaad wel wat cryptomunten ook. Wat? En
Ja, hoe ik het nu eigenlijk met name doe is, ik heb gewoon een massa dat ik teamleden heb die er heel veel van af weten. Dus ik vraag het een en ander wat ik moet doen en ze helpen me daarbij. Okay. Dus maar ik vind het zeker ook interessant, absoluut. Okay. Misschien een paar details over de ICO, want die is op Valentijnsdag, 14 februari, toch? Ja, de pre-ICO is inderdaad op 14 februari. De white paper wordt binnenkort gereleased op onze website. En daar zal er eigenlijk alle verdere informatie over de rest van de ICO in worden genomen. Misschien kunnen we tenslotte even laten zien hoe het eigenlijk werkt. Het gaat met een Seal app die jullie hebben ontwikkeld. Daarmee kun je dus de echtheid van een product... Ja, daarvoor hebben we inderdaad hier een demootje eventjes, hier op de dag van de crypto. Ja. Kan ik eventjes laten zien. Ja. Eigenlijk hier even met mijn iPhone. Ik heb hier de app openstaan van Seal. Hier hebben we een Louis Vuitton tas. Druk je op Scan Now. Scan je eigenlijk de NFC-chip. En dan zie je hier in het scherm eigenlijk alle details over het tasje zelf. Of je dus daadwerkelijk echt van Louis Vuitton is. Maar ook welke editie het is. Waar het vandaan komt. En je kan zelfs, als je hier op claim drukt, kan je ownership claimen. Nou ja, ik krijg nu een alert dat ik dat al gedaan heb. Ja. Maar dan komt hij in je inventory te staan. En dan kan je dus eigenlijk claimen dat het product ook voor jou is. En dat dus is stel dat het gestolen wordt of je verliest het product. Precies, als het met diefstal heeft te maken. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld verzekering, is dat van belang. Dat staat in de blockchain. Hè? Je product staat in de blockchain van Seal. Ja. En dan kun je dus nagaan in hoeverre waar het product zich bevindt. Ja. Een soort Find My iPhone-achtige service. Ja, zeker. Absoluut. Okay. En onze main feature is natuurlijk echt het identificeren van authenticiteit. Maar los daarvan, puur door die NFC-chip, zijn er nog veel meer andere functionaliteiten aan te bieden. Oké, nou goed verhaal. Veel succes met de ICO. Ja, en, dankjewel. En op deze dag van de crypto. Yes, helemaal goed. Oké. Okay.